Hoe doe jij dat? Jij ook allemaal lichtjes thuis hangen, Bart? Ik heb onlangs, ik heb nu een babykamer en er was één lampje. En dat was dus inderdaad een gloeilampje. Maar dat voelt meteen onprettig. Omdat je denkt, een gloeilampje, dat wordt warm. Dat kan in de fik vliegen. Ik bedoel, het huis hing er vroeger helemaal vol mee. Maar nu heb ik één zo'n lampje en ga ik me zorgen maken. Dus hoe snel dat verandert. Is dat echt weet je, wat er momenteel on your mind is? Dat toen wel. Dus nu heb ik er een LED-lampje gezet. Maar die is eigenlijk te fel. Dus je weet wel, dan heb je ineens zo'n bak licht. En dan alsof je dat TL hebt hangen. En ik had een tijdje geleden, heb ik misschien wel eens verteld, dat toen moest ik een lamp vervangen. Een spotje. En ik ga dat spotje pak ik en ik brand mijn fikken eraan. En toen dacht ik meteen, dit zou mijn vader nooit gebeuren. En hoe snel dat went. Want je was vroeger wel gek. Je gaat toch geen brandende lamp vastpakken. Tegenwoordig, hoppa, we pakken hem vast. Want we denken dat het LED is. Zo snel verandert dat. The future is now. Ik merk dat ik je gemist heb. Ik heb mij ook gemist. Dank. Bart, the floor is yours. Beste luisteraar, daar was ik weer. Ik was even weg in verband met wat gebeurtenissen rondom de geboorte van mijn kind. En nou zeiden ze bij 1Twente al tegen mij, ja, dan weten wij wel waar de komende tijd je columns over zullen gaan. Nou ja zeg, ik kan als columnist niet alleen over baby's schrijven, maar ook prima over andere dingen. Pff, de brutaliteit. Over andere dingen, er zijn genoeg dingen. Bijvoorbeeld over het belang van slaap. Of over de realisatie dat mijn pols heel geschikt is om warm en koud te voelen. Nooit geweten. Of over het vraagstuk hoeveel was genoeg is om een wasmachine te laten draaien. Dat zijn allemaal prima onderwerpen. Want ik weet ook wel dat er in de wereld veel belangrijkere dingen gebeuren dan een nieuwe baby. Al is het wel jammer dat ik het dan niet over beschuit met muisjes kan hebben. Want de kraamzorg die leerde mij dus dingen die ik nog niet wist. Bijvoorbeeld om beschuitjes met muisjes niet te bestrooien vanuit het pakje muisjes met zo'n tutje. Nee joh, dat kan veel beter. Ik moet een bakje gebruiken waar ik dan de muisjes in doe en dan het beschuitje ondersteboven daarin drukken, zodat het dan in één keer belegd is. Fantastisch idee! Ik heb het geprobeerd. Ik druk dat beboterde beschuitje er zo in, haal hem naar boven, maar dan zie ik geen fatsoenlijk belegd beschuitje. Dan zie ik eerder een soort maanlandschap met muisjesloze kraters. Daar zijn alle muisjes spontaan naar de rand van dat beschuitje gemigreerd. Dan zie ik een heel zuinig, vrekkig, goedkoop beschuitje. Als ik dat aan bezoek aan zou bieden, gaan ze me, denk ik, spontaan financiële hulp aanbieden. Wie heeft dit muisjes in bakjes systeem bedacht? Maar ik geef aan na één keer niet op. Als een soort stempelmachine sta ik die beschuitjes in die bak met muisjes te rachen. Ik denk dat op deze manier ook paneermeel is uitgevonden. Tot ik bij toeval een beetje uitschiet en een licht draaiende beweging maak en er meer muisjes blijven plakken. Dus die draaiende beweging is de sleutel. Dit is een beschuit met muisjes. Ik voel me een meester, een beschuit, stempelaar, professional. Tot een vriend op kraambezoek een opmerking maakt over het karig belegde beschuitje. Ja, natuurlijk is dat karig, want muisjes die blijven alleen plakken waar er boter op zit. Je houdt dat beschuitje immers ondersteboven, de rest valt er dan vanaf. De muisjes plakken niet op elkaar. Of ik moet er nog een extra laag boter op doen, waarmee ik alle tijdswinst van het gebruik van zo'n stempelbakje überhaupt kwijt ben. Dit systeem zuigt, wie heeft dit bedacht, waar is mijn pakje met tuutje? Maar over beschuit en muisjes ga ik het dus niet hebben, want ik ben een columnist met principes. Ook al is mijn geheugen een klein beetje een zeef de laatste tijd, daar schijnt slaap invloed op te hebben. Wat is er de afgelopen maand überhaupt gebeurd? Nou ja, ik heb de oorlog in Oekraïne gezien, energieprijzenproblematiek, een premierwissel in Groot-Brittannië en nog een boel kleine dingen, maar die zijn gewoon niet blijven plakken. Die weet ik niet meer. Wat wel is blijven plakken zijn de beelden van klimaatactivisten die zichzelf vastlijmen aan kunstwerken en talkshowtafels. Twee componenten, lijm op de handen en dan maken ze zo'n draaiende beweging. Alleen worden ze toch altijd weer losgemaakt. Dat doet me toch ergens aan denken. Hierover sprak ik ook met mijn buurman van rechts. Hij maakte een praatje toen hij de houten ooievaar en houten beschuit met muisjes in onze tuin zag staan. En toen hadden we het ook nog eventjes over die activisten. Ja, zegt hij, ik vind die acties kinderachtig en die man in de talkshow bij Bo, dat is toch een grote baby. Ho, onderbreek ik de buurman. Daar ga ik het in de column dus niet over hebben. Geweldig. Dat je toch weer die beschuit met muisjes en de activist bij Bo op tafel samen weet te brengen. Ach, misschien heeft die man gewoon een beetje beschuit met muisjes nodig. Nou ja, wie ook wel beschuit met muisjes nodig heeft, die ken ik. Die zit hier. Ik hoop dat Bart er eentje voor ons mee heeft gebracht. Ja. Maar dat weten we niet. Komen we zo achter.